Ja, ja, beste mensen. We zijn los, hè? Ja, ja geweldig op een uh, hele mooie. Uh, Na aanleiding van een hele mooie aanleiding, uh, namelijk dit prachtige boek Democratiseert ons werk. Mijn naam is uh, Tuur Elsinga, Ik ben voorzitter van de FNV, de grootste vakbond van Nederland. Dus dat wij iets hebben met werk, dat zal niemand verbazen. Werk en inkomen, toch kernthema's van een vakbond. Uh, maar de vakbeweging is natuurlijk altijd wel meer geweest dan alleen maar. Eh, nou ja, elk jaar knokken voor hetzelfde tientje, zullen we zeggen, eh, 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 aan extra loon. Lonen zijn heel belangrijk, belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Maar de vakbeweging was natuurlijk van oudsher ook altijd wel een emancipatiebeweging, een democratiseringsbeweging. Dus dat we iets met democratie hebben, met zeggenschap over ons werk, grip op je leven. Hè, van oudsher de vakbond. 100 jaar geleden ging de strijd over de achtuurige werkweek, grip op je leven, acht uur werken, maar ook de tijd hebben voor acht uur rusten. En acht uur ontplooiing, andere dingen kunnen doen met je leven. Dus ja, democratisering uh, van groot belang. Um, de motor ook honderd jaar geleden, meer dan honderd jaar geleden, de motor ook natuurlijk achter het algemeen kiesrecht. En we vinden het allemaal tegenwoordig zo vanzelfsprekend. dat we allemaal een stem hebben in de maatschappij, in het politieke domein. Dat wij. Um, ja, burger zijn, een. Participant in een politieke democratie. En tegelijkertijd zijn wij een heel groot gedeelte van ons leven werkzaam in bedrijven en in instellingen. Instellingen waarin we dat soort burgerrechten niet hebben. Waarin we eigenlijk heel weinig zeggenschap hebben. We zijn eigenlijk onderdanen in economische nou ja, entiteiten, bedrijven, waarin de aandeelhouder koning is. En wij maar moeten. Knikken en uh, dansen naar de pijpen. En lang hebben wij wel degelijk geknokt. We hebben natuurlijk een, een sterke ook democratiseringsbeweging gehad in de jaren 60 en 70. Medezeggenschap in het onderwijs. Um, maar niet alleen daar. Uh, nou ja, participatiedemocratie. Um, experimenten met arbeiderszelfbestuur. En uh, nou ja, veel wetten rondom ook medezeggenschap. In bedrijven, ook in een land als Nederland, in veel westerse landen. Maar sindsdien, met name jaren 80, 90, ja, zijn in sommige landen vakbonden zelfs onder druk komen te staan. Rechten afgebroken, is de zeggenschap daadwerkelijk verminderd. En in andere landen, ook in Nederland, niet zozeer langs die weg, maar is vooral eigenlijk de aandeelhouder veel meer op een voetstuk gezet. En die heeft ook veel meer te zeggen gekregen, doordat datgene wat van ons allemaal was, publieke domein voor een groot deel ook is geprivatiseerd, teruggebracht naar de markt, en daar geldt niet one man one vote, maar one dollar of één euro één stem, andere machtsverhoudingen. En het is daarom denk ik, nou ja, niet gek dat in die jaren het aandeelhouderskapitalisme, het rendementsdenken, het winst boven alles, um, nou ja, steeds meer plek heeft gekregen en ook bijdraagt aan een gevoel, ja, dat we de grip Rap aan het verliezen zijn. Dat die concentratie van macht en daarmee zeggenschap over ons economische domein in steeds minder handen terecht is gekomen. Steeds grotere bedrijven, steeds meer concentratie. Eerst in grote, nou nog steeds uh, grote industriële bedrijven. Met name ook bijvoorbeeld in de olie- en energiesector. Actueel natuurlijk. Vervolgens in de financiële sector, banken, financialisering van de economie. In de laatste jaren natuurlijk in een gigantisch tempo in de bedrijven waar nou ja, alle macht over de techsector, het internet, de data, onze data, uh, ja, gebald zijn. En die concentratie van macht gaat natuurlijk recht in tegen het idee van democratisering en dat we allemaal gelijke participanten zouden moeten zijn en een gelijkwaardige stem zouden moeten hebben over de toekomst van onze wereld. En dan is het natuurlijk niet gek dat in heel veel debatten wij, maar niet alleen wij, ook andere bewoners van deze planeet, de dieren uh, en de planeet zelf, het afleggen tegen de continue zoektocht naar meer winst, naar nog meer rendement. Gewoon rendement is niet goed genoeg. Nee, er moet meer rendement gemaakt worden dan de concurrent. Want op de markt is het eten of gegeten worden. Is het een jungle waarin alleen de sterkste overleeft? En in die. In dat krachtenveld, ja, daar zijn de aarde, moeder aarde, maar ook de mensen en de dieren eigenlijk slechts productiemiddelen, gereduceerd tot een instrument om meer winst te maken. En als we dat willen keren, als wij de uitbuiting van de mens, de uitbuiting van de planeet en alles wat erop leeft een halt toe zouden willen roepen, dan kan dat alleen maar als we die macht op de een of andere manier weer terug weten te pakken. Als wij daar weer gezamenlijk grip op weten te krijgen. Oftewel, als wij de economie en ons werk weten te democratiseren. Dus ik kan dit debat alleen maar ontzettend toejuichen. Hand in eigen boezem. Ook de vakbeweging heeft daar de afgelopen decennia minder actief aan bijgedragen dan in decennia daarvoor. We zijn veel al bezig geweest met het in de tijdperk van steeds meer marktwerking, privatisering, deregulering. Eigenlijk vooral behouden wat we hadden en vechten tegen verslechteringen. Maar het wordt tijd dat we weer een stip op de horizon zien. Dat we weten waar we naartoe willen, dat we weten hoe wij ook ons, onze toekomst weer in eigen hand kunnen nemen. Dat we weer grip hebben op ons leven, dat ook onze kinderen en hun kinderen weer grip hebben op hun toekomst. Oftewel dat we daar samen zeggenschap, democratie op weten te organiseren. Dus ik, nood, ik, ik verwelkom dit, uh, dit debat. Hartelijk dank aan de schrijvers en hartelijk dank aan de vertalers. En ontzettend fijn dat jullie hier zijn. En ik wil heel graag voor de discussie over dit prachtige boek... Uh, ja, het woord geven aan de moderator van vanavond, uh, Lisa Herzog. Dank je wel. Ja, en warm welkom ook van Mindsite. Ik ben heel blij dat we nu echt persoonlijk hier zijn. We hadden zoveel online vergaderingen en nu zijn we allemaal hier in het leven lijf. Dus ik ga even kort uitleggen wie, uh, wie hier gaat uh, praten. En natuurlijk willen we ook met jullie praten, met iedereen. Dus we hebben de tweede helft van dit avond um, een vraaggesprek uh, voorzien. Maar eerst gaat Isabel Ferreiras die uit Brussel gekomen is, een beetje voorstellen wat de hoofdlijnen van dit boek zijn en hoe dat ook ontstaan is. En daarna gaan we met drie uh, leren op het podium discussiëren en daarna wordt het helemaal interactief. Dus ik welkom van harte mijn collega Isabel. Zij, zij is hoogleraar sociologie aan de Universiteit de Louvain en ook verbonden met de Harvard University. En ze is een van de Oudgevers, maar ook een van de auteuren van dit boek. Oeps, sorry. <laughs> en ze is ook een van de. Is van ons internationaal netwerk over het democratiseren van het werk. En dus ik ben heel blij dat je hier bent. Isabel gaat in Nederlands praten en later misschien de een of andere vraag in het Engels beantwoorden. Maar we kunnen altijd uh, vertalen, dus we gaan ons best doen zodat iedereen het uh, goed kan begrijpen. Dus welkom, Isabel. Goedenavond iedereen. Het is een grote plezier met jullie te zijn hier. Oh ja, Pauline. So, midden in de eerste lockdown uh, aan de vooravond van de dag van de arbeid op 1 mei schreven mijn collega's Julie Batilana van Arvard en Dominique Meda van Paris Dauphine en ik een opiniestuk. Ons doel was de uitdagingen te analyseren waarmee werknemers tijdens de COVID-19-pandemie werden geconfronteerd. Wij stelden het ter ondertekening voor aan collega's met expertise op dit gebied, eerst en vooral vrouwelijke collega's, en in enkele dagen werd het. Ondertekend door 3000 academici van 750 uh, academische instellingen. Dankzij een gecoördineerde gecoördineer, ge inspanning. Uitgevoerd door een spontane en vrijwillig netwerk van wetenschappers werd de tekst binnen de twee weken vertaald in meer dan 28 talen en uiteindelijk op 16 mei 2020 gepubliceerd in meer dan 42 publicaties over de wereld. Dit opiniestuk was een eerd betonen. Aan alle werknemers die als essentieel beschouwd werden. Maar het opende ook de vraag, de vraag rond hoe onze samenleving haar erkenning voor werknemers beter kan uitdrukken. Wij herinnerden aan drie begincellen uit de geschiedenis van de sociale en politieke strijd van de 20e eeuw. Als we. Als we de bijdrage van werknemers echt willen erkennen, moeten we de economie op een compleet andere basis organiseren. In feite moeten we op drie belangrijke principes letten: bedrijven democratiseren, arbeid demo decommodificeren en het milieu herstellen. Waarom dan een boek? Onze opiniestuk had in de hele wereld veel discussie en belangstelling gewekt. En wij zagen een verwachting dat het gedetailleerd toegelicht en besproken zou worden. Als onderzoekers voelden wij ons geroepen om ons werk voort te zetten en de samenleving te helpen met de ontwikkeling van deze drie beginselen. Er zijn dus dertien vrouwelijke onderzoekers die deel uit van, uh, die met onder andere Our Very Own Lisa Herzog en ik, uh, die uh, deel uit van de kerngroep van uh, die netwerk en die boek. Een wereldwijd collectief dat verschillende disciplines en landen vertegenwoordigt. Samen hebben we een boek samengesteld dat de ideeën van de tribune verder ontwikkelt, bespreekt en ondersteunt, waarbij ieder vanuit een specifieke deskundigheid tussenkomt. Dit boek is dus een, onze collectief bijdrage aan deze beweging. En het is ondertussen al gepubliciteerd gebubli in het Frans, in het Portugees, door een Braziliaanse uitgever, in het Italiaans, in het Engels, door de University of Chicago Press. 60 jaar na Milton Friedman's neoliberale euh, referentieboek, Capitalism and Freedom. Dus we zijn heel trots. Nu is het dus ook beschikbaar in het Nederlands. En wij hopen dat het de mogelijkheid biedt van een fundamentele koerswijzing in het beheer van onze economie, tevens verenigbaar met het democratische project en de grenzen van onze planeet. Ik wil iedereen die dit project in Nederland mogelijk heeft gemaakt, hartelijk bedanken. In het bijzonder Lisa Ertok, een van de schrijvers van het boek. Uh, Tim Christiaens, uh, onze vertaler en redacteur uh, Menno Grootveld en Zaza, Ik wil... de uh, uitgever, uh, uitgeverij uh, Starfish, onze voorwoordschrijver Kathleen Pasquier um, en uh, alle members van het uh, Nationaal Chapter uh, die de discussie hier in de Nederland uh, leiden. Uiteraard zullen de eventuele opbrengsten van de schrijvers van de boekverkoop volledig worden gebruikt om deze groeiende wereldwijde beweging te ondersteunen. Zo nu, wat is onze kernboodschap? Die is eenvoudig. Het is zeker, deze drie beginselen zijn niet nieuw. Ze zijn in de loop van de geschiedenis van veel, door vele sociale groepen voorgesteld en toegepast. En bovendien door onderzoekers tijdens de 20 e eeuw benadrukt. Wat moet ophouden, is geloven dat één van deze dimensies volstaat. De drie beginselen ondersteunen elkaar en zijn noodzakelijk voor een en zijn noodzakelijk voor een democratische, solidaire en duurzame economische toekomst. De solidariteit van de drie principes: democratiseren, decommodificeren en milieu herstellen, vormt een essentiële gids om onze samenleving opnieuw op te bouwen. Van op een nieuwe fundering en op het neoliberaal model: van verovering en uitbuching, dat in de moderne tijden de bovenhand had te vervangen door een model van zorgzaamheid. Dus het eerste principe: democratiseren van de onderneming. Zoals we schrijven in het manifest, zijn werknemers van essentieel belang. Zonder hun investering in arbeid. Zonder het risico dat zij nemen om fysiek en mentaal in arbeid te investeren, is er geen dienst of productie. Zij investeren, zij investeren zelfs hun gezondheid en dus hun leven. Toch worden zij in de arbeidsorganisatie en door de onder ondernemingen in het algemeen behandeld als als louter middelen, terwijl zijn de arbeidsinvesteerders, zijn zonder wie niets zou worden geproduceerd. Dus als bedrijven en de samenleving hun dankbaarheid aan werknemers ernstig zouden willen uitdrukken, moeten we natuurlijk de looncurve afvlakken en op een hoger niveau doen beginnen. Maar deze verandering zullen niet voldoende zijn. Net zoals vrouwen na de Tweede Wereldoorlog stemrecht kregen als erkenning voor hun onontkom, onontkombare bijdrage, is het vandaag de dag gerechtvaardigd om arbeidsinvesteerders te emanciperen door hun het burgerschap. In de onderneming toe te kennen. Zo klinkt die principe in het manifest. De keuze van de CEO, evenals de keuze van de strategie van de onderneming en de verdeling van de winst, zijn te belangrijk om alleen aan de vertegenwoordigers van de aandeelhouders over te laten. Degenen die hun haar bij investeren in het bedrijf, hun gezondheid en kortom hun leven, moeten deze beslissingen ook collectief kunnen goedkeuren of zich ertegen verzetten. Concreet gaat er erom verder te gaan dan de mechanismen van medezeggenschap die hier in Nederland of in Duitsland worden toegepast. Het gaat erom dat de werknemersvertegenwoordigers krijgen in het bestuur van de onderneming. En dat een meerderheid van hen vereist is om de beslissingen van de onderneming te bekrachtigen. Dat is door 50 plus 1 procent stemmen. Dit komt erop neer dat zij een collectief vetorecht over beslissingen zouden krijgen en dus collectief beslissingen kunnen bekrachtigen of zich ertegen verzetten. Nu het tweede principe, arbeid decommodificeren. Allereerst, allereerst moeten sommige goederen worden beschermd tegen de marktmechanismen. Bijvoorbeeld het recht op gezondheid. Het is cruciaal dit te herinneren. Het zijn de openbare solidariteitsmechanismen die de toegang tot grondrechten moeten garanteren. Nooit de markt die erop niet is voorzien. En wat arbeid betreft moet artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden toegepast. Alle mensen hebben recht op werk en op de vrije keuze van werk. Mensen zijn geen handelswaar die op een markt, op een markt kan worden verhandeld. Ter herinnering, werk is geen handelswaar. Is de preambule van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Verklaring van Philadelphia. Het is niet de zogenaamde arbeidsmarkt die over het lot en het nut van mensen kan beslissen. Op individueel vlak weten we dat naast de moeilijkheden verbonden met een laag inkomen en armoederisico, de straf die wordt opgelegd aan mensen zonder werk ook tot diepe pijn leidt. Het brengt een gevoel van gebrek aan betekenis en nutteloosheid in de samenleving. In het manifest herinneren we eraan dat er vandaag op maatschappelijke vlak veel onvervulde behoeften zijn. Vooral op het gebied van de zorg voor de planeet en de zorg voor mensen, die niet kunnen worden opgelost. En dit gebeurt terwijl veel mensen werk zoeken. De macht is duidelijk niet het juiste mechanisme om dit op te lossen. Wij roepen op tot de invoering van een jobgarantie door de overheid. Onze collega Pavlina Tjerneva. Heeft daarover een theorie ontwikkeld en een, um, en een stuk in het boek uh, geschreven. Zo'n jobgarantie moet op lokaal niveau beheerd worden om behoeften te vervullen waarin de markt niet voorziet. Op basis van voorstellen van werkzoekenden, lokale organisaties en de lokale behoeften van het milieu. Het gaat om werkgelegenheid voor onbepaalde duur met vakbondvertegenwoordiging in bedrijven die met en door hun werknemers worden bestuurd. Het voorbeeld van de territoire zéro chômeur de longue durée in Frankrijk is veelbelovend. Zuid-Afrika heeft een dergelijk programma sinds de COVID-19-pandemie. Deze kwaliteitsbanen worden gecreëerd, meestal in de verzorgingssector en in de zorg van de planeet. Dit idee maakt al deel uit van het Green New Deal-project onder leiding van Alexandria ocasio cortez in de Verenigde Staten. En we proberen het op Europees niveau door te drukken in het juist transitie van de Europese Unie. Ter einde. Het derde principe, het milieu herstellen. We weten dat het niet respecteren van de grenzen van onze planeet ons ecosysteem destabiliseert. Van de branden in Californië en Australië tot de hittegolven en historische droogte in onze regio afgelopen zomer, het smelten van glaciers en de stijgende zeespiegel, het is dringend. Noodzakelijk de vernietiging van ons ecosysteem te beperken, waarvan ons leven, ons overleven afhangt. De voorgestelde principes zijn eenvoudig. Voor het verleden moeten we de schade aan ons milieu herstellen. Voor de toekomst moeten we stoppen met bedragen aan klimaatverandering. We moeten de grenzen van de planeet respecteren. Ons voorstel is duidelijk. Als er enige hoop is dat we uit onze uitbuiende relatie met de natuur kunnen geraken, dan is het door een einde te maken aan de uitbuiging van de mens. Dat is een noodzakelijke stap. Hoe kunnen we hopen uit de uitbuitende relatie met ons milieu te komen die niet klaagt of betoogt? als we werknemers blijven behandelen zoals wegwerpgoederen, terwijl in Europa hun burn-out, depressie, afwezigheid, langdurig ziekt, ziekteverzuim en ontevredenheid over hun baan ongekend hoog zijn. Zoals wij in het manifest stellen, zijn het de democratisch bestuurde ondernemingen die klaar zullen zijn om de ecologische overgang te leiden? De ondernemingen waarin de investeerders in arbeid hun stem kunnen laten horen en met het collectief vetorecht kunnen meebeslissen over de strategie? In het huidige regime, daarentegen, zien we dat de afwezig, de afweging sorry, tussen kapitaal, arbeid en planeet, altijd ongustig is voor arbeid en voor de planeet. De democratisering van bedrijven zal niet voldoende zijn, maar is een noodzakelijke voorwaarde om de grenzen van de planeet te respecteren. En een aantal Sociale en coöperatieve ondernemingen hebben door tegelijkertijd financieel, sociaal en milieudoelstellingen na te streven en een democratisch intern bestuur te ontwikkelen, reeds de geloofwaardigheid van zo'n weg aangetoond. De dertien hoofdstukken van ons boek vertellen nog veel meer. Wij hopen de samenleving te helpen om deze cruciale kwesties aan te pakken. In democratische maatschappijen bestaat de rol van wetenschappers erin de samenleving te helpen uitdagingen beter te begrijpen door oplossingen te bestuderen. Een democratische en duurzame toekomst is mogelijk, maar er staan belangrijke keuzes. Op die agenda. Ik kijk eraan u uit om te luisteren naar de andere sprekers vanavond. Als u de discussie over de drie principes wilt ondersteunen, doe dan mee. Wij roepen alle die zich erin erkennen om het, om het manifest te ondertekenen het in hun organisatie te bespreken en te laten ondertekenen ook. En weer belangrijker, zich bij ons aan te sluiten in dit wereldwijde netwerk om deze principes te bestuderen en te realiseren. Dank u you voor uw aandacht. Heel hartelijk bedankt, Isabel. Ik mag nu de drie andere panelleden voorstellen. En ik vraag jullie ook om nu hier naar voren te komen. We hebben Anja Dijkman. Zij is projectleider platformwerk bij vakbond FNW. We hebben Tim Christians, die was al genoemd. Um, universitair docent in filosofie, verbonden aan de Universiteit Tilburg. En hij bestuurt de toekomst van werk. En we hebben Damian. Hij is promovendus verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doet onderzoek naar ook op coöperaties in de gig economy. En we gaan nu van hun een beetje horen over hun perspectieven. En ik begin met Anja. Jij bent expert in platformwerk. Dat is een nieuwe verschijnsel, en vorm van werk waar niet alleen maar geen medezeggenschap bestaat, maar waar je ook nog veel meer andere problemen hebt. Dus vanuit jouw perspectief? Wat denk je over de mogelijkheden van democratiseren op dit moment? Ik ben blij met je presentatie en ik ben blij met het manifest en ik ben blij met het boek. Dus dank dat ik hier kan zijn en kan bijdragen, hoop ik. Uh, ik zie het echt heel erg ook als een wake-up call om te kijken van wat gebeurt er nu in onze samenleving. Toen ik dertig jaar geleden bij de vakbeweging begon, hadden we ondernemingsraden. Ik werkte in Oost-Groningen en daar was het bewustzijn ook heel groot dat je met elkaar dingen moet doen. Dat je invloed moet hebben, dat je zeggenschap wilt hebben, dat je dingen wilt afspreken over uitbesteding van werk en dat soort zaken. Inmiddels heb ik te maken met platformbedrijven. En platformbedrijven zijn heel bewust bezig om alle invloed van werkenden weg te organiseren. Alles. Geen enkele invloed. En dat doen ze door bijvoorbeeld mensen niet in dienst te nemen. Dus als je kijkt naar de Nederlandse wetgeving, dan heb je te maken met de wet op de ondernemingsraden. Nou, zeggen die platformbedrijven, hebben we niks mee te maken. Want wij werken met zogenaamde ZZP'ers. Dus de kwalificatievraag die voorligt bij die platforms is buitengewoon belangrijk. Als het gaat over invloed van werknemers, democratisering, invloed op het beleid van de onderneming... Dan helpt het heel erg als je daar ook een wettelijke basis voor hebt. Ik heb ooit met Uber-chauffeurs hier op de Treuplaan gezeten, waarbij de chauffeurs zeiden: We zouden graag een soort gekozen vertegenwoordiging van chauffeurs willen. Volstrekt onbespreekbaar voor Uber. Want dan zijn ze de regie kwijt, kunnen ze niet meer sturen in dat wat ze willen. Want ze sturen met dat algoritme. Ze sturen met uh, uh, voorwaarden. Ze laten mensen snel kiezen. Uh, om het volgende ritje maar uh, te kunnen pakken. Dus wat ik zie om me heen is dat het alleen maar erger wordt. Dus het feit dat het boek er nu is, mag ik hopen dat dat voor ons een soort wake-up call is om nog harder daarmee aan de slag te gaan, om medezeggenschap sowieso invloed op werktijden, invloed op roosters, maar invloed ook op hoe het geld besteed wordt. Want als je nou kijkt naar die platformbedrijven, er zitten gigantische investeerders achter in de hoop. Dat ze geld gaan genereren met het verzamelen van data. Dus ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in de mensen die het werk doen. Ze willen alleen maar data om die weer te kunnen verkopen. Daarvoor hebben ze grote investeerders, daarvoor organiseren ze het werk op de manier waarop ze dat nu doen. Dus willen wij kracht geven aan mensen, dan moeten we die mensen organiseren. Maar die zitten in zo'n hele afhankelijke positie. Omdat het vaak toch de mensen aan de onderkant zijn, de laagbetaalde mensen. De mensen die bijvoorbeeld ongedocumenteerd zijn. Dus er wordt echt over de ruggen van mensen heen wordt dat, uh, uh, gedaan. Uh, de risico's van, en dat wilde ik nog zeggen, de verworvenheden die we hadden in deze maatschappij. CAO's, waarin we bijvoorbeeld met elkaar afspreken dat, dat je doorbetaald wordt als je onverhoopt ziek bent. Dat als er even geen werk is, dat toch het loon doorbetaald wordt. Dat als je even geen werk hebt, dat we dan WW hebben. En als je pensioen, pensioengerechtigd bent, dat je dan een pensioen hebt. Deze bedrijven ondermijnen dat systeem wat wij ooit als een verworvenheid hebben gezien: het collectieve systeem. Dat we met elkaar ook zorgen voor elkaar. Als het gaat bij ziekte, als het gaat bij werkloosheid. En als het gaat voor onze oude dag. Pe uh, platformbedrijven dragen niet bij aan pensioenfondsen: helemaal niet. Wat je ziet is in deze maatschappij een ontwikkeling: dat steeds meer mensen individueel gericht zijn. Je ziet bij heel veel jongeren nu. Die gaan werken voor een platform als uh, Temper of Jongmans. Het klinkt zo aantrekkelijk. Hè? Je bent 18 jaar en je krijgt 18 euro per uur. Dat klinkt geweldig. Dat is ook een stuk beter dan dat vermalen dijde minimum jeugdloon, wat we nog steeds hebben. Maar mensen realiseren zich niet, ja, pas als ze ouder zijn en een huis willen, uh, uh, in een huis willen gaan wonen, dat dat werk alle risico's bij henzelf neerlegt. En dat het tijdelijk misschien, als je jong bent, aantrekkelijk klinkt met een hoog, hoger uurbedrag. Uh, maar op termijn is het dodelijk, denk ik, voor onze kwaliteit van samenleven. Dankjewel, Anja. Ik geef het woord aan Tim. Uh, jij doet onderzoek naar deze vragen. Ja. Um, ben je het mee eens met de diagnoses, of heb je een beetje een andere benadering naar het ja, platformwerk? Hal, hal, half en half. half, en half. <laughs> dus, dus ik zal eerst zeggen waar, de punten waar ik het op mee, mee eens ben. He, dus, um, het klopt inderdaad dat platformbedrijven nogal nefast effect hebben op de arbeidsmarkt in het algemeen door allerlei verworven rechten te ondermijnen. En ja, de manier waarop dat ze dat doen is bijvoorbeeld door te zeggen van ja, maar wij zijn eigenlijk geen bedrijf in deze of gene sector, wij zijn een technologiebedrijf. Uber staat daarvoor bekend om te zeggen wij zijn eigenlijk geen taxibedrijf. Wij leveren enkele dienst aan zelfstandige chauffeurs. Die toevallig hun klanten vinden via onze app. Maar wij zijn dus geen taxibedrijf. Wij leveren enkel een technologische dienst. Dus inderdaad, dat is een manier waarop ze dan allerlei rechten kunnen ondermijnen. En daarbovenop, een ander punt dat je nu ook hebt vermeld, dat ze eigenlijk een soort competitievervalsing doen. Door investeringen van grote investeerders uit Silicon Valley, zogenaamde wat dat noemen, durfkapitalisten. Dus dat zijn grote fondsen die uh, miljarden investeren in bepaalde technologiebedrijven in de hoop dat, dat sommige van die technologiebedrijven over een paar jaar de nieuwe Google of de nieuwe Amazon gaan worden. Dat wil dus zeggen dat de meeste platformbedrijven vandaag eigenlijk niet winstgevend zijn. Die draaien jaar na jaar rode cijfers, maar kunnen blijven concurreren omdat ze teren op uh, het geld van. Die durfkapitalisten. En op die manier kunnen ze dan andere, als je klassieke bedrijven, die misschien wel winstgevend zijn, uit de markt prijzen. Opnieuw, Uber is daar een goed voorbeeld van. Dat zij de prijzen voor consumenten artificieel laag houden, zodanig dat meer en meer mensen overschakelen naar Uber en waardoor klassieke taxibedrijven geen klanten meer kunnen aan zich binden. He, dus op die punten ben, ben, ben ik het eens dat we hier eigenlijk zitten met he, competitievervalsing en met ondermijnen van arbeidsrechten. Nu, als het dan gaat over wat moeten wij dan daar concreet aan doen of aan veranderen, ik denk dat daar het, het verschilpunt zit. Dus denk ik, ik zou wat waakzaam willen zijn om meteen te gaan voor uh, strijd rond klassificatie, uh, zijn het werknemers of, of, of ZZP'ers, omdat je dan bijvoorbeeld gevallen krijgt van platformbedrijven gaan dan failliet en de vraag is dan waar gaan die arbeiders naartoe? Voor velen daarvan is het alternatief niet zozeer een andere betere baan, maar geen baan of een even slechte baan. Dus de vrij verliezen we die dan niet uit het oog op het moment dat we die platformbedrijven hebben weggereguleerd. Dus vandaar dat ik eh, als Amerikaanse in de Belgische context alles heb gepleit voor als tegenhanger van eh, durfkapitalisme, die grote investeringsfondsen, dat je ook kunt pleiten voor durfsocialisme, als in eh, lokale overheden en eh, vakbonden kunnen daar ook bij betrokken zijn, die eh, hun vleugels zetten en daar ook extra in investeren in, andere soorten van platformbedrijven, bijvoorbeeld coöperatieve platformen, waar Damian nog iets over gaat zeggen. En dus om je een voorbeeld te geven van wat ik in gedachten heb. Dus in de Verenigde Staten, meer bepaald in de stad Austin, in Texas, had je op een bepaald moment Uber en Lyft die de stad verlieten, omdat de stad bepaalde regels hadden ingevoerd tegen platformbedrijven. Dus Die trekken weg in de hoop. Dat dan consumenten in opstand zouden komen en zeggen tegen het gemeentebestuur, je moet die regels veranderen, want wij willen onze Uberritten, onze Lyft-ritten terug. Nu, die overheid had het slim gezien, die hadden ondertussen geïnvesteerd in alternatieven, in een non-profit en in zo'n coöperatief platform. En wat je merkte is op het moment dat Uber en Lyft vertrokken schakelde zowel de chauffeurs als de consumenten over naar die alternatieven. Ja, dus op die manier kan je als het ware een soort alternatief uitwerken dat misschien niet rechtstreeks in competitie kan gaan met Uber en, en dergelijke meer, want ja, daar zitten zoveel miljarden achter, daar gaan we nooit tegenop kunnen. Maar op het moment dat die het moeilijk krijgen, dan heb je iets klaarstaan. We hebben dat nog een paar maanden geleden ook meegemaakt, op het moment dat Twitter werd overgenomen, plots schakelde Iverin over naar Mastodon. Als een, ook een soort sociale media bedrijf, maar georganiseerd met meer democratische waarden. Dus je moet eigenlijk, dat is mijn voorstel, zien dat dat soort van alternatieven klaarstaan. Voor op het moment dat die private platformbedrijven in moeilijkheden komen. Dus vandaar ik zou zeggen dat strategisch gezien lijkt het mij verstandig om daarop te focussen. Dankjewel Tim. Nu we hadden het al over op coöperaties en daar is Duimion een uh, expert in. En wat denk jij? In Nederland staat bekend voor veel corporaties, die zijn ledencoöperaties in de bankensector of zuivelsector. Niet zoveel werknemerscoöperaties, maar misschien toch een beetje. En jij hebt die gestudeerd, dus vertel ons. Ik heb in mijn onderzoek niet zozeer gericht op uh, Nederland uh, specifiek, want daar is, zoals je zegt, uh, vrij weinig aan, aan werknemerscoöperaties. Uh, veel meer. Uh, Producentencoöperaties en dan, vooral uh, inderdaad, in de landbouw- en bankensector. Um, maar het, het, om ook terug te grijpen op Isabelle's verhaal, het, bij deze coöperaties uh, gaat het nog een stapje verder dan bijvoorbeeld de ondernemingsraden die we in Nederland hebben, waarbij dus een coöperatieve onderneming, het bestuur vaak wordt verkozen door de leden, werkerleden in dit geval. Uh, en in um, Waar jullie ook naar verwezen, hè, de context van flexwerk en platformwerk, bieden dat soort uh, coöperaties uh, bepaalde mogelijkheden. Zo zie je dat ze aan de ene kant uh, soms de werkers weer in dienst gaan nemen. Uh, dus waar een uh, regulier platform dat dat vaak niet verkiest, doet zo'n coöperatief platform dat wel. En zelfs als ze dat niet doen, proberen ze bepaalde diensten te bieden voor leden bepaalde verzekeringen collectief te regelen, zodat je in ieder geval iets hebt wat een reguliere werknemer ook heeft. Uh, dat is iets wat je vaak ziet bij ze. Een ander ding wat ze dus ook doen, is vaak hun eigen platform ontwikkelen, zodat ze ook de toegang tot het werk kunnen regelen. Uh, en dus ook zeggenschap over, over die toegang tot het werk. Dus dat zijn in ieder geval twee dingen die je heel veel ziet. En inderdaad, in, in Aston heb je dit gezien, maar er, er zijn er... Wereldwijd zijn er best wel wat. Uh, het is, ik zou ook niet gelijk zeggen dat het is een hele grote beweging Het zijn over het algemeen toch ook nog vrij kleine coöperaties. Je hebt bijvoorbeeld Co-op Cycle, wat een soort alternatief is voor uh, Deliveroo en Uber Eats. Uh, vaak lokaal per stad georganiseerd, maar dan wel verbonden in een soort wereldwijd netwerk, uh, waarin ze de platformstructuur uh, delen. Dus die is per stad hetzelfde. En mensen kunnen zowel in een stad in Frankrijk als in een stad in België of in Duitsland dezelfde app dan gebruiken. Maar het zijn dan lokale fietscouriers die daar lid zijn van een coöperatie en daar dus ook zeggenschap over hebben. Um, ja, volgens mij. Je, vo je wilde ook een beetje weten over de, de, de valkuilen. Toch? Als... Ja, ja. Nee, ja. Dat is belangrijk ja. om te weten. Nou ja, want. Um, Jullie hebben een vrij duidelijk advies. Ik heb, zou ik zeggen, niet per se een heel duidelijk advies. Want is, is de, zijn die coöperaties de oplossing? Uh, het kan een deel zijn van de oplossing, uh, maar er zitten ook heel veel uh, uitdagingen bij. Ten eerste al om het, het kapitaal bij elkaar te krijgen om zo'n platform bijvoorbeeld op te zetten. Van, om, deze, uh, ja, uh, om mensen in dienst überhaupt al te kunnen nemen. Er is nu in Nederland is er, uh, ook zo'n platformcoöperatie voor fietscouriers in ontwikkeling. Alleen die uh, richt zich momenteel nog heel erg op, op een ZZP-model. Omdat ze uh, het lastig vinden om al gelijk mensen in dienst te kunnen nemen. En dan willen dus ze op langere termijn zo doorontwikkelen. Maar ook meer uh, complexe vragen. Zoals Zoals hoe kun je als uh, heel diverse groepen flexwerkers en platformwerkers het eens uh, worden over hoe je die organisatie gaat opzetten? En krijg je dan niet ook heel veel leden die weglopen als ze het daar dan niet mee eens zijn? Uh, hoe zorg je ervoor dat al deze leden ook daadwerkelijk deelnemen in de besluitvorming? Uh, we weten ook van landelijke politiek dat er uh, heel veel groepen in de samenleving zijn. Bijvoorbeeld al over hoger en lager opgeleiden, of stad en platteland. Uh, groepen die niet echt deelnemen aan besluitvorming. En dat is in coöperaties niet, niet zo anders. Uh, dus dat zijn ook wel echt dingen waaraan uh, dan gewerkt moet worden als zo'n oplossing ja. uh, wordt verkozen. Hartelijk bedankt. Ik ga met één het woord aan jullie geven. Maar ik wil even nog kort Anja en Isabel vragen of ze kort willen reageren op deze interventies. Ja, kort. <laughs> ja, dat zijn grote <laughs> vragen. Dat weet ik wel. Uh, het is een soort ideaal wat je, wat je ja. schetst. En, en als je het voorbeeld hebt van Austin, gaat het natuurlijk ook over een overheid die daar verantwoordelijkheid uh, uh, inneemt. Uh, ik zie dat uh, de Nederlandse overheden nog niet zo snel doen als ik ook kijk naar de opstelling van de laatste jaren. Uh, als het gaat over deze ontwikkelingen, ook als het gaat over wetgeving rondom medezeggenschap mm. en invloed en, en uh, commissarissen bij bedrijven bijvoorbeeld. Dat is allemaal nog, dat zou nog veel beter geregeld kunnen worden. Dus ik, ik heb enige twijfel bij in hoeverre de, je dat van de overheid uh, kunt verwachten. En we zitten in een systeem met elkaar, en daar kunnen we van alles van vinden. Maar het is natuurlijk wel heel erg met geld gestuurd. En het is ook heel vaak degene die het geld levert, dat dat ook degene is die het bepaalt. Mm. Uh, en daar moet je dan tegenop als werknemers. Dus dat, en, en mijn idee is dan dat je dan toch zoveel mogelijk moet verenigen. Hm. om daar invloed op te kunnen hebben. En dat dat iets anders is dan individuele coöperatieleden. Dank je. Isabel, wil jij ook. Ja, ik ben sorry, maar ik zal in het Engels uh, Zeker. spreken. Zeker. Want <laughs> ik mijn kan het in het Is Niet precies genoeg. Maar uh, dus. Um, Uh, yes, maybe I would like to stress, uh, I think, one strength of the manifesto, which is that we anchor our reflection in this idea that workers are labor investors and that they are the ones who are governed by the decisions of the firm. And the firm can be a platform firm which. Do, does not want to be recognized as a firm or as an employer. And precisely, we take the opposite stand. We say, whatever Uber thinks about what it is, we think actually that it is governing the life of the workers. And so we should reverse our, our way of thinking and not so much value. What Huber pretends it is—it is a corporation which doesn't want to um, to to um, um, be true to its obligations as an employer. We should think through the problem from the eyes of the workers, and then it opens up a new sp a spectrum of possibilities. Of course, uh, what Tim explained in terms of sizing a historical opportunity. be ready with the state to at some crucial point in history uh, put in place a totally different way of organizing power by a worker cooperative or a, a public authority really providing for the service and hiring the people. that is one option. but i would say that we should not a stop from thinking about what we are going to do with the firms as they are today. And firms, most firms are not in the niche of the social economy or the cooperative economy, unfortunately. The issue is to bring all the firms into the cooperative solidary economy to make them compatible with the democratic project. And for that, indeed, there is this transition the solution that we put forth is the idea that we should give workers collectively the ability to veto the decisions of the firm and actually it's not so far from reality as especially in a country like the netherlands because you already have this one-third Type of Mitbestimmung the, at the firm level, but also in Europe, in the European Union, you know that we have European Works Councils. And actually, currently, for more than 1,000 corporations which are big enough at the EU level to be recognized in need of having a European Works Council, we have in place a Council. Where representatives are elected on unions' list in the countries where this firm is present. And these representatives, they are union delegates, meet in that works council at the European level. Well, we have already a chamber for representing workers so that they can veto or validate the decisions of the firm. But we just don't give them the, the right. To do so, so there are possibilities, and I guess what we really want to spark is this thinking that it's possible to go from the current situation to what looks like impossible, but it's actually very much imaginable and possible. Hartelijk bedankt. Zal I nog even kort vertalen of is it good for iedereen? So, yeah, nog een keer. Ja, nee, ik ga zeker ver, verder in het Nederlands, maar even kort. Dus hoe zag ik dat kort? Uh, vanuit de perspectief van de werknemers is het echt belangrijk dat ze medezeggenschap heb hebben en de vorm van de organisatie is niet het belangrijkste. Als Uber zegt ze zijn geen bedrijf, dan is dat helemaal fout en, en dat telt niet. En in Europa heb je wel al. Medezeggenschap op een niveau die kun zou je kunnen veranderen in een echt recht voor de werknemers als je maar de structuren verandert dat echt de beslissingen door de werknemers ook moeten worden goedgekeurd. Het is niet totaal utopisch, omdat de structuren er wel zijn en de vakbonden hebben ook hun representatieve uh, medewerkers in veel van deze Europese bedrijven, maar de machtsverhoudingen zijn op dit moment nog steeds zo. Dat uh, de kant van kapitaal altijd machtiger is. Dus dat is eigenlijk wat echt moet veranderen. En nu willen we ook van jullie en u horen: vragen en commentaar, alles mag. Um, we hebben een microfoon en Jan, die is een van onze mede-organisatoren, die gaat het doorgeven. En we hebben hier de eerste stem. Kun je daar doorlopen? Ja. De collega met de groene. Uh, yes? Ja. collega. Ik moet me vasthouden. Hoi, um, mijn naam is Vera en ik uh, werk voor de FNV als onderzoeker. Um, ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste gaat over die transitie die Isabelle net al noemde. Uh, of jullie nog iets meer in zouden willen gaan op hoe je dan daar komt dat we zover zijn dat het bijvoorbeeld verplicht is voor ondernemingsraden om vetorecht te hebben. Nou, dat zit misschien in campagnes of in nationale regulering, Heb je daarover nagedacht? Um, mijn tweede vraag is, gaat over de relatie tot de natuur. Ik vind het heel mooi in het manifest dat uh, er niet alleen staat... ...decommodificeer werk, maar ook bescherm het milieu of herstel het milieu. En mijn vraag is eigenlijk waarom bij dat milieuaspect er ook niet staat... ...decommodificeer het milieu. Ah, Wat -hmm. ik daarin hoor namelijk is dat je de markt uh, op werk zegt... Nee, ...de markt mag niet meer uh, arbeid uh, eigenlijk organiseren, uh, maar... Dat milieu dat heeft heel erg dezelfde problemen. Ik ben het eens dat het samenhangt. Dus ik vroeg me af, hebben jullie een soort. Wat, wat ligt daar voor jullie onder um, in, in dat, dat onderscheid dat je maakt in de formulering van die principes? Er alle bijvragen zijn voor, zijn voor Isabel, neem ik ja, aan? Ik ja, maar misschien dat de rest van het Ja, natuurlijk. And vragen. Ja. Dus misschien and kun you, je. En jij ook, Lisa. Wil je een van deze vragen maybe? <laughs> Lisa, Lisa, Lisa is very modest. Dus ze organiseert de discussie. Maar ik denk dat je ook. Ja, oké. Ik ga beginnen, maar dan kunnen jullie ook ja. overnemen. Dus ja. sure. De strategische vraag is natuurlijk echt ingewikkeld. Ook omdat je in Europa een beetje verschillen hebt tussen de strategieën van vakbonden. Um, in het noorden van Europa zeg maar, heb je vakbonden die zijn heel goed georganiseerd en die hebben ook een rol in, de in het bedrijfsleven. Maar in Frankrijk, en, uh, Italië, dus Spanje heb je een heel andere relatie en een veel antagonistischere relatie ook tussen bedrijfsleven en vakbonden. En hoe breng je dat samen op een Europese niveau? Dat is, dat is een van de grote vragen. Maar het is wel zo dat nu de Spaanse voorzitterschap van het Raad van de EU-leden uh, het onderwerp van medezeggenschap op de agenda wil zetten. Dus we hopen wel dat het misschien ook in het kader van de ja, uh, Green Deal en, en de energietransitie, dat er mogelijkheden zijn om toch dit. Op de tafel te houden. Het, ik, ik had eigenlijk gehoopt dat na corona een beetje meer gebeurt. Dat is niet gebeurd. Dus, dit uh, window of opportunity is een beetje over nu. Um, maar ik denk, het is echt een vraag van bewustzijn. En wat ik wel zie, en ik weet niet of andere mensen hier dat ook zien, dat is dat uh, onder jonge mensen het bewustzijn van het kan niet verder zo. We kunnen niet verder alleen maar. Werken, 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 maar we verdienen niet genoeg geld om een woning te kopen. Um, het natuur, de natuur wordt um, verder uitgebouwd. We moeten echt een ander model vinden. En ik denk daar, daar zie ik echt hoop dat, een, dat er verandering kan, gaat komen. De vraag is hoe snel gaat dat? En dat weet ik ook niet, maar ik denk daar moeten we echt op inzetten. Ook de verbinding tussen de vakbonden en de Fridays for Futures en andere milieubewegingen. Dat vind ik heel belangrijk. Um, en waarom is natuur niet een vraag van. verontmarkt, um, ja, decommodificeren? Dat is een heel goede vraag. Wil, wil iemand anders overnemen? Ik wil niet zoveel hier. <laughs> nu. Yeah, Maybe three korte ideas. Uh, first, um, when you look at history, revolutionary periods, where structural transitions happen. Are never during the crisis time. The crisis was this Corona, and now we actually start the period after the crisis, during which I think uh, the opening is going to be possible or not. But so I would I would suggest not to see a closing, but to see an opening, because this is the moment when we can reflect on what happened. We can understand that nothing happened in terms of recognition. I mean, we remember we were clapping, you know, on the, on the, uh, at the windows. Everybody in Europe remembered that. What happened? People had not their wage uh, raised. Uh, they are in dire conditions today than they were before in terms of their uh, uh, purchasing power. So, this is very hot. And um, so that would be the first thing. The second is that I think it's much more you than us. So unions than researchers who are gonna be decisive on this issue, because we can we can study, we can help uh, you know make uh, uh, put topics on the agenda in a legitimate way. But unions are the real power player here for. These issues, so um, so that's a question that has to go uh, back to the room. And the third point is that I think, in terms of thinking about uh, nature, uh, it's clear that the second principle, decommodification, is to be extended if we think seriously about these three principles. It is an extensive principle that encompasses all that really matters to a decent human life. So, basically, the uh, human rights and the right to a living environment is absolutely central. And this is obviously going to go through some decommodification because there is no way that if the market is not. Appropriate to basically govern the life of people, it's not the appropriate mechanism either to govern the life of to decide on s such important decisions as do we respect whales, uh, what kind of climate do we want to assure the next generation? Obviously, uh, you. I, I I I totally um, understand your point, and I think you are. Totally right. Oké, okay, ik probeer even heel kort te vertalen. Dus Isabel is steeds optimistisch dat na een crisis de veranderingen eigenlijk pas een beetje later komen. Dus hopelijk ook nu <laughs> na de coronacrisis nog. Wat de veranderingen betreft, dat is... Echt ook een taak van de vakbonden in de maatschappelijke discussie. Um, en de decommodificatie de, de van natuur, dat is natuurlijk ook onderdeel van wat moet gebeuren. Ik zou hier toevoegen: decommodificeren van de natuur is eigenlijk ook niet voldoende. Je moet echt herstellen in veel gevallen. Dus dat is meer dan uit de markt trekken. Je moet echt Actief iets doen om bijvoorbeeld de biodiversiteit weer omhoog te brengen. Dus dat is ook een vraag: wat betekent dit dan? Het is meer dan iets te corrigeren dat niet goed ging, maar echt actief iets, iets weer herstellen. Dus we hadden nog meer handen. Hier was één. En daar is een microfoon ook werk. Mag ik even nog zien wie ook. Oh ja, een... ja. Ja, oké, okay, uh, okay, okay, we proberen het uh, kort te houden. Ik zat, kort, ik zat ook weer kort te houden. Mijn naam is René Liethoff. Ik ben eigenlijk FNV-lid, dus hallo FNV-mensen. <laughs> uh, maar ik moet er wel bij zeggen. Mooie, mooie speech trouwens, natuurlijk, ik vond hem heel goed. Uh, ik ben uh, af en aan ook uh, bij uh, wat uh, bijeenkomsten geweest. Uh, specifiek over de platformeconomie. En uh, om even aan te geven van mij, toen ik dezelfde uh, suggestie maakte als deze heer, dat de vakbronnen een actievere rol gaan spelen in het creëren van die platform dus met andere woorden werkgevers gaan worden... toen was het huis te klein. En dat is het probleem met de notie om in te gaan zitten op het vakbond. Want vakbonden zijn van oudsher degene die de status quo behouden. Dus de dichotomie die je hebt... wanneer je praat in termen van democratiseren van werk... de relatie van werkgever en werknemer... wordt in essentie bekrachtigd door een vakbond. Dus een vakbond is niet in staat... Om te kunnen zeggen van hé, hey, weet je wat, wij worden de werkgever. Dus ik zou dat heel erg diep in onze oren gaan knopen. Want ik heb daar heel slechte ervaring mee gehad. En ik heb al heel wat jaren meegespeeld met het FNV. Dus als het een strategie gaat worden, dan zou ik zeggen, tel u knopen, we u zeer. Dat moet eigenlijk aan je gaan, neem ik aan. Ja, Ik zie ja, tuur ook al knikken. Ja. Uh, um, ja, ik denk dat je, dat je wel een spijker op de kop slaat. Dat we het ook heel lastig vinden. Als het gaat over uh, uh, de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Dat we proberen om die gelijkwaardiger te maken. Hè, en om, om met elkaar eigenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Voor nou, hoe, hoe gaat zo'n organisatie en wat gebeurt daarin? Dat zou het mooiste zijn. We worden alleen heel erg toch geconfronteerd met. Uh, nou, wat ik net ook zei: hè, waar zit het geld en uh, uh, waar, waar zit dan, wie draait aan de knoppen? En wat, wat we merken is dat dat lastig is voor sommigen om, om daar dan toch een verantwoordelijkheid in te delen. Dat het geld en het kapitaal toch altijd wel heel bepalend is bij dit soort uh, discussies. En natuurlijk zijn er initiatieven, hè, ook in de zorg bijvoorbeeld, als het gaat over uh, uh, corporaties. Maar wat wij lastig vinden is om een model te vinden dat je toch ook werknemersrechten of hoe noem je dat, de bescherming van werknemers daarin ook organiseert. Weet je, als jij een verpleegkundige inhuurt via je PGB. Uh, wat gebeurt er dan bij uh, als iemand ziek is of als de patiënt overlijdt? Of, uh, dus, uh, uh, volgens mij blijft het een worsteling in wat we collectief aan, aan, aan bescherming en aan zorgen voor elkaar kunnen regelen. Ten opzichte van heel veel modellen, waar je toch terugkomt op, die, op het individu, wat zelfstandig uh, uh, daarin is. Dat, dat, dat blijf ik een lastige vinden. Is dat voldoende. Uh, kun je daar wat mee? Ja, toch wel. Oké. Okay. Uh, maar dat, dat is het. Weet je, Anja, ik snap het, hoor. Kijk, uh, dit is absoluut geen lichte koek, hè. Laten we eerlijk zijn, <coughs> dit, dit is duizendwekkend waar we hier over hebben. Echt waar. Dit is heel heavy shit. Heel heavy shit, oké? Okay? Maar, om even terug te komen, omdat er dus schijnbaar strategisch de nadruk wordt gelegd op de vakbonden, die dame, hè? Die, 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 dat, dat is belangrijk. Dan kom ik er toch op, hier, op, wat je zegt, het is reactief. Het is reactief. Het is niet proactief. Het is, hé, hey, laten we kijken, waar is de stip? Oh, er is nog geen stip, laten we een stip creëren. Het, Bam, 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 weet je wel? Het moet iedere keer gesouffleerd worden. Het moet uit de volk komen. Oh, de zorg, oh, 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 weet je wel. Oh, de parlementen zouden meer geld geven, ze komen die opdagen bij de, bij, 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 de, bij de stemmingen, weet je wel. Ik kan je honderden voorbeelden geven. Mooi voorbeeld, Engeland. De verkiezingen in Engeland. Waarom heb Labour verloren? Omdat ze precies dat waren wat jij voorstelt. Ze wilden die 50% plus 1 ze vastleggen in hun wetgeving. Alle ondernemingen, iedere werknemer moest die 50% één. Ze zouden die instemming krijgen. Labour heeft verloren. Excuus dat ik... Maar nu gaan we echt op andere terreinen. We ja, hadden nog was, meer mensen die vonden En het mee. was ook niet mijn citaat over die 50%. Ja. Dus ik kijk even daar naartoe. Ja, maar, maar wat ik wel meeneem uit deze uitwisseling, dat is dat, dat er toch een grote vraag zit over de verdeling van de risico's. Als bedrijven misschien in de toekomst niet meer zoveel risico's voor werknemers kunnen of willen nemen, zijn er andere oplossingen. Structureel ja. gezien. En de Macht van het geld. En macht en geld, maar, maar wie draagt wie de risico's? En dat is eigenlijk een beetje grappig, omdat de, de rechtvaardiging daarvoor dat aandeelhouders winst trekken uit een onderneming, is eigenlijk dat zij de risico's dragen. Maar de bedrijven die schuiven de risico's altijd weg op andere groepen. Maar nu, we hebben hier een aantal handen, misschien ja, hier en daarna. Ja. Ja. Thijs Jansen van de Stichting Beroepsheer in Nederland. Uh, wij zijn op dit moment bezig met een project over vakbonden en beroepsorganisaties. En dat roept ook wel een belangrijke vraag, denk ik, op. Want als je het werk democratiseert en je ziet uh, zeg maar werknemers als investeerders. Hè, de, wat ik een mooie, mooie term vind, een mooie gedachte vind. Uh, werknemers zijn ook vakmensen. vakmensen hè, dus die beheersen een beroep, die beheersen een vak. Ze stellen met elkaar samen van wat de beroepseisen zijn, waar het vak aan moet voldoen. En uh, wat we op het ogenblik zien, over de afgelopen twee decennia denk ik, is dat je steeds meer ziet dat vakbonden die beroepseerachtige thema's, beroepskwaliteitachtige thema's ook aan het overnemen zijn. He, een mooi voorbeeld is de FNV Jeugdzorg, he, Maaike van der Aar, die heb ik mee samengewerkt. En die is eigenlijk voortdurend bezig op die inhoudelijke thema's. Maar wat ik de vakbond over het algemeen uh, zie doen, hè, dus dat geldt voor de FNV nu, zeker nu er veel geld te halen valt, en dan ben ik het wel eens met die meneer die net interveneerde, dat ik toch vind dat de vakbond uh, eigenlijk weinig strategische opvattingen heeft tot nu toe over uh, het vakmanschap. Hè, hoe kom je op voor het vakmanschap, de beroepskwaliteit? Je ziet wel dat het af en toe gebeurt, maar er is eigenlijk een soort. Ja, het is de vraag: moet dat versmelten als de ondernemingen en de organisaties gedemocratiseerd worden, of moet dat iets aparts blijven? Beroepsorganisaties en vakbonden zijn ook in veel opzichten apart georganiseerd. Er is ook wat voor te zeggen, maar ook hier mis ik een beetje zeg maar de stip op de horizon van. Uh, ja, hoe gaan we dan om met uh, het opkomen voor de kwaliteit van, van het werk? He, het is meer dan uh, opkomen voor je salaris, opkomen voor het geld. He, het gaat ook over opkomen voor de cliënten, voor degene die, uh, he, voor, voor wie je er eigenlijk bent, in de zorg, de patiënten bijvoorbeeld. Nou, ja, wat is daar de rol van de vakbond? vind ik een interessante in deze democratiseringsbeweging. Dank. Dus wie wil hier antwoorden? We hebben nog meer... Wil jij ik Ik kan er ja. wel iets op zeggen. Ja. En dus inderdaad, en het is interessant dat je dat vermeldt, er is zelfs er is tot op zekere hoogte historisch precedent voor. Als je kijkt historisch gezien, dat uh, zeker in Groot-Brittannië vakbonden heel vaak voor, of gelijk hebben gelopen met wat ze daar noemden het gilde socialisme. Dus inderdaad was socialistische beweging die ervan uitging wel. Organisaties of, of bedrijven waarin een bepaald ambacht wordt verricht, hè, moeten georganiseerd zijn als een gilde waarin de kwaliteit van het soort werk dat je levert bepaalt hè, wat jouw inspraak is in die, part, in, in, in die organisatie. Hè, zoals dat je nu inderdaad ook nog hebt bij hè, professionele organisaties, meestal dan hè, meer hogeropgeleide dokters hè, of euh, advocaten. Of, hè, dus, en. En vandaar, en er zijn er sommigen die nu pleiten, van we eigenlijk veel van die platformbedrijven nu hebben ook een soort van ambacht dat verricht wordt, waarin dat je door ervaring, door oefening, beter kunt worden. En op die manier kan je eigenlijk zeggen, wel, de vakbonden kunnen hier als stip aan de horizon, zetten van waar, of, dat is al sinds mijn voorstel, dan, we kunnen dat soort van gildes... ...gaan maken hè, of daaraan bouwen. En inderdaad, hè, er gaan problemen zijn qua haalbaarheid, vooral financiële haalbaarheid. Hè, maar ik denk dat dat een, een, een mooi doel is om naar te streven. Ik denk dat we daar ook al stappen in zetten. Hm. We hebben, uh, kijk naar de, de Nederlandse vakbeweging, we hebben natuurlijk een aantal bonden... ...die zich heel erg ook bezighouden met beroepskwalificaties, hè, zoals de AOB en de NVJ... Uh, maar we zijn natuurlijk ook een brede vakbeweging voor iedereen die uh, een vak heeft. En we zijn geen beroepsorganisatie, maar we zijn wel een belangenorganisatie. En dan kom je heel erg tegen ook nou, waar we het hier ook over hebben: over macht en invloed. En het maakt niet uit welk vak je dan hebt, maar dat je daarmee gaat bemoeien. En wat er in de jeugdzorg gebeurt, is volgens mij buitengewoon mooi. Het betrekt ook mensen erbij. Uh, als het gaat over het vak van. Uh, iemand die in de jeugdzorg uh, werkt als ik kijk naar bijvoorbeeld de bezorgers van Uber Eats of van Deliveroo is het niet zozeer dat je die mensen aanspreekt op hun kwaliteit van bezorgen en fietsen maar het gaat veel meer over hun zekerheden en hun uh, onzekerheden en over hun veiligheid uh, dus dat is niet zozeer de inhoud van hun vak, maar wel de voorwaarden waaronder en ik vind dat we daar als vakbeweging ook een taak hebben dus het is en en volgens mij er was nog een andere vraag hier. Ja, nog meer, maar eerst die. Hey. <tie> uh, oh. uh, mijn naam is Catharine Koekoek en ik werk als onderzoeker bij de Erasmus Universiteit, maar ik zet me ook in voor arbeidsrechten in de architectuur. En um, wat ik hier heel erg mooi vind, is eigenlijk die solidariteit ook tussen zeg maar, het onderzoek en de vakbeweging, in dit geval dan de, de FNV. Maar ik vroeg me af, eigenlijk meer aan de... Onderzoekers, uh, dus eigenlijk vooral aan jullie die betrokken zijn geweest bij het manifest, hoe verhouden jullie je tot zeg maar, uh, werk en arbeid als een soort uh, ook een onderzoeksthema? En de eigen arbeids en werkomstandigheden die op de universiteit toch ook uh, niet echt uh, top zijn, over het algemeen. Uh, en, en hoe verhouden jullie ja. je, je daartoe, um, ja. de strijd voor democratisering, daar, daarbinnen? Miliada. Wil jij reageren? Uh... Of, wil ik kan even... er ook wel wat over zeggen hoor. Ja. In Nederland zijn natuurlijk nu een tijdje uh, al acties daarvoor geweest, vanuit bijvoorbeeld WO in actie. Ja. We er hele mooie dingen voor gedaan. En er zijn ook nu vanuit de nieuwe minister ook echt wel wat wijzigingen al doorgevoerd daarin. Uh, ik zit zelf nog in mijn uh, promotietraject, zit nu een beetje tegen het einde. Ik weer aan het solliciteren. En, zo. en der, ik zie wel degelijk dat er nu ook meer uh, zekerheid ook wordt geboden op de academische. Arbeidsmarkt, om het nog maar zo te noemen. Ja, maar het gaat ja. niet zozeer over nee, nee, nee. Nee, nee, helemaal niet. Dan is decaan alles. Oké, okay, ik ben decaan. Dat is een <laughs> beetje pijnlijk om dat hier te zeggen. Maar het Lisa is zo. En, alles. Nee. en een van de dingen die wij willen doen, en mijn medebestuurders zijn er uh, gelukkig om mee eens. Dat is echt dat we meer de UD's en UAD's, dus de jongere wetenschappers, echt mee laten praten. En dat dat is niets wat ik alleen kan doen in mijn faculteit. Ik wil echt af van hoogleraar versus niet-hoogleraar. Dat is ook zo'n beroepsgroep, uh, maar in dit geval één die niet heel democratisch is, denk ik. <laughs> um, en er was vandaag een mooi stuk in een Nederlandse krant, ik weet niet welke, Interesting. over, Interesting. over no. hoe <laughs> belangrijk het is dat je echt ook in de academische wereld een meer gelijkwaardige um, houding tussen verschillende mensen hebt. Dus daar. daar de, de jonge academie is daar ook mee bezig. Dus dat zijn echt dingen waar heel veel moet veranderen. Maar ik heb eerder in Duitsland, in de universitaire wereld, gewerkt. Het gaat echt nog erger. En daar is het echt feudalisme. Hier is het heel veel beter. Maar er moet nog echt veel meer gebeuren. Wil je daar ook nog iets uh, toevoegen? Um, maybe to, to add also that um, for in this um, movement uh, that. Uh, Uh, eventually, the, this uh, text led us to, to, to uh, lead. Uh, we are really trying to be very horizontal, uh, democratic in the sense, at least, of participatory. No one is obliged to because we don't pay anyone, but uh, we uh, really are organizing ourselves uh, on a, on. A, on, yeah, in in a very horizontal way, and we don't play like uh, I'm the big professor and you are the student and uh, please uh, listen to me. It's really uh, also probably one of the reasons why this is very flourishing. It's that people bring the best of what they have, and that it it's working very well. And I wanted maybe to take the opportunity to say that. Um, to relate to your question, uh, I think it's pr it's been a tension in the in the union movement uh, in its entire history. The focus on I would say instrumental gains, the the salary, the number of working hours, this type of benefits, versus the content of the job, uh, the rights uh, to voice in. Uh, the job and probably today is a moment in history when we have to think again that if um, the, the work, the workers' movement will only go for instrumental wins like a higher wage, it's not going to be sufficient. Uh, this type of distributive justice is necessary. We need it because we need a more equal society, but we also need political justice. That is the democratization of the power structure that is the firm, because that's the only way we're going to transform capitalism so structurally that it can become something different than capitalism. I think that's what's needed because capitalism is basically just. The political rights to govern in the hands of those who bring in capital. And today we see that this is leading to destruction. We are destroying ourselves as societies and as a planet. So we need to move beyond that. And for that, we propose democracy. So political justice is central to a union's agenda, I guess. And it's always been, but. not necessarily put at the forefront. Dus ik vertaal nog even snel. We proberen in dit netwerk ook echt horizontaal te werken. Dat zijn experimenten. Um, en dat werkt heel goed. Um, maar dat betekent natuurlijk niet dat de rest van de academische wereld zo werkt. Um, en over de vraag hoe in de geschiedenis van de vakbeweging instrumentele en politieke Rechten worden gethematiseerd, zei Isabel dat het natuurlijk ook belangrijk is dat je goede salarissen en, en goede werkvoorwaarden hebt, maar dat we nu op een moment zijn waar het echt om de politieke dimensie, dus inspraak en medezeggenschap, moet gaan om het kapitalisme naar iets anders te veranderen dat niet ons leven uh, ondermijnt. Ik heb nog tenminste één hand daar gezien, waarin er nog andere? Mensen. Oh, dat zijn twee dus. Nee. Twee. Oké. Okay. En drie daar. En hier? Oh, misschien kunnen we deze verzamelen... en daarna gaan we een laatste rondje van antwoorden doen. Is dat goed? Ja. Uh, uh, hallo, ik ben Helmer Stoel van Jacobin Bin NL. Uh, ik heb een heel kort, uh, misleidend, simpel vraagje. <laughs> en uh, dat gaat over... Um, als het gaat over decommodificeren van werk, dus werk als een waar... Um, een van de dingen is natuurlijk als je werk aanbiedt op de markt dat er een enorme uh, competitie is. Uh, en ik heb heel veel gehoord over uh, hoe dat uh, binnen een bedrijf zelf, dus uh, wat de positie van de werknemer precies is, maar heeft dat ook om uh, zou dat ook een bepaalde het democratiseren van het werk een bepaalde invloed hebben? Uh, op het afnemen van de, uh, de competitie tussen werknemers. Ja. Want dat lijkt me een essentieel aspect van uh, wat het betekent dat werk uh, een waar is of een uh, commodity. Dank je. Dan de buurman. Uh, ja, dat lijkt me het handigst. Hi, ik ben uh, Jouke Huizer, eveneens uh, van Checker.nl. En ik had uh, eigenlijk een vraag over uh, hoe de platformeconomie verschilt. Van uh, de economie zoals we die kennen. En, en arbeidswerkscoöperatieven uh, is het makkelijker om nu zeg maar technologie zoals een Uber zomaar te implementeren en meteen te gebruiken, uh, vergeleken met dat je een hele fabriek moet bouwen of iets in die richting. Uh, en daar kapitaal voor nodig hebt, dat je geen content meer zeg maar, hoeft te produceren. En uh, gerelateerd daaraan. De rol van de staat. Ik heb wel eens gehoord dat Uber eigenlijk verlies draait op elke rit die ze verkopen. Om de maar gewoon marktmacht willen behouden en krijgen en daarvoor heel veel kapitaal hebben. Hebben we de staat nodig om. kunnen we concurreren als werkerscoöperatief met een Uber? Of heb je ook iets van die rol nodig, maar meer in het algemeen? wat erbij te steken. Dankjewel. Hier was nog een vraag. Uh, ik ben Marissa, ik ben rechtenstudent. Uh, ik had een vraag van: stel in een soort ideale wereld en uh, dit, is, dit, bekom, dit wordt de norm uh, en alle bedrijven uh, hebben een democratisch aspect in zich, welke rol hebben vakbonden dan nog? Hmm. Is dat uh, iets anders? Dus we hebben drie vragen, eigenlijk hebben ja, een beetje vier vragen en een aantal mensen hier. We hebben hier ook nog één mens in. De ruimte die wil ik even noemen. Kathleen Paskeer is de auteur van de Nederlandstalige voorwoord van ons boek. Dus als jij dan ook nog een antwoord wil geven, dan kunnen wij jij ook nog meenemen. Ja, nu? <laughs> oh, ja? Nee, nu? Graag nu. Ja, ja uh, bedankt. Leuk. Ik vond het een uitdaging om een voorwoord hierbij te schrijven. En uh, ook om het in het Nederlands te doen, want ik praat veel meer in mijn huidige leven in het Engels. Um, ik was op weg van de parkeergarage hier naartoe. Dan kom je langs, is het just iets takeaway mm -hmm. hoofdkantoor? Ja. ja. <laughs> Dan zie je iets wat heel erg omhoog gaat en heel veel geld vertegenwoordigt. En het verbaast mij altijd dat er zo ontzettend veel van die fietsjes met mensen die bijna niks verdienen, dat dat zo'n kantoor oplevert. <laughs> Hoe kan dat nou toch? En ik heb wel iets met Anja, al, 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 alleen al omdat we elkaar heel lang kennen. Maar het begint toch gewoon ook met de vraag, waar zit nou de macht en hoe krijg je die dan? En je kunt hele mooie dingen, en daar hebben we altijd heel veel goede wetenschappers voor om ons te vertellen dat we echt even anders erover na moeten denken. Maar ik denk dan toch nog steeds, als er geen vakbonden waren, dan moesten we ze uitvinden. En als je kijkt naar de grondslagen van de Internationale Arbeidsorganisatie, dan gaan die over de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectief onderhandelen. En dat heette bij de ILO Enabling Rights. Dat zijn de, de rechten die je nodig hebt om iets anders te bereiken. Zijn dat perfecte dingen? Nee, die vakbonden moeten vernieuwen en die moeten ook allerlei nieuwe methodes gaan verzinnen om collectief te onderhandelen. Waarom? Omdat Justitie en Uber en anderen inderdaad op geen enkele manier meer erkennen dat zij nog werkenden hebben. Nou, dan heb ik er niks aan dat ik zeg dat ik zoveel procent van de werknemers en als ik dan zoveel procent heb, mag ik meepraten. Dat gaan ze natuurlijk van, van ze lange nooit niet accepteren. En dat hoeven ze ook niet, want ze hebben helemaal geen werknemers. Maar we hebben wel instrumenten, zoals collectief onderhandelen en vakbonden, die gewoon proberen door organisatie macht te organiseren, om iets te gaan afdwingen. En collectief onderhandelen, en ik heb heel veel geleerd, en ik was met Pauline ooit in India, onder andere, om daar veel van te leren, van vrouwen die daar gewoon zich organiseren en die geen boodschap hebben aan de vraag of ze nou zelf-employed heten, of een werknemer, of iets anders, die gaan gewoon onderhandelen. De straatverkopers zeggen: Ja, uh, ik zij zit op straat en ik mag hier niet zitten. Dus ik ga nu met z'n uh, paar honderden naar de gemeente, net zo lang zeuren, tot wij ergens recht op krijgen. Dat is ook onderhandelen. En ik vind dus dat we ontzettend moeten oppassen om te bedenken dat wij aan de kant van het eigendom uh, en zeg maar ook kapitalist worden hè? of werkgever. Ja, ik vind het interessant, hè? mag allemaal van mij. Ik heb ook meegedacht over initiatieven om alle huishoudelijke werkenden. In een, in, met elkaar samen gewoon. een huishoudcollectief te laten oprichten. en dan gewoon weg met al dat uh, uitgebuit. van die, wat is het? een half miljoen mensen die ons huizen schoonmaken? Domestic workers. Hè? Domestic workers. Ja, de, de. maar ik vind dat we ook gewoon hele ouderwetse middelen. moeten blijven ontwikkelen en vernieuwen omdat dat toch de enige manier is. Just iets kan toch alleen maar verdienen dankzij die enorme aantallen die op dat fietsje zitten. Kunnen wij die mensen dan niet bijbrengen dat als ze met z'n allen ophouden te fietsen, dat dat gebouw er niet meer staat? Dus ik denk, ja, ik maak het Dus dat is eigenlijk ook een antwoord op de vraag, in elke wereld die we kunnen voorstellen, hebben we zoiets functioneel gezien nodig? en ik zou zeggen, hoe democratischer het land, hoe meer vakbonden je ziet, hè. Dus het is niet zo dat als het beter en democratischer is, dan hebben we... Ge... Het probleem is nou juist dat we veel te veel landen hebben waar democratisering afneemt. Vakbonden dus de eerste zijn die verboden worden. Mensen in de gevangenis, vermoord. Omdat dat nou... Het is het, de collectiviteit. Iemand die niks anders heeft, heeft altijd nog elkaar. En dat is waar je probeert die macht mee te organiseren. En het interessante is dat het uiteindelijk vroeger of later lukt. Omdat je gewoon het aantal hebt. En niet het geld. En dus ik, ik, ik vind het een hele interessante... Ik heb, vond het ontzettend leuk, nogmaals, om een voorwoord schrijven. Omdat het ons dwingt om over dit soort dingen na te denken... en met elkaar dan in discussie te gaan. En eh, dat is heel erg nodig. Omdat we met z'n allen veel te veel denken... dat er maar één manier is waarop de wereld verder draait... en dat is zoals het nu is. Ja, nee, dat, dat, dat leidt dus tot eh, een dode planeet... Hè? Dus uh, ik, ik hou ermee op, want er zijn nog veel meer. Nemen. Ja, we hebben alleen maar nog vier minuutjes. Um, dus we hadden nog de vraag over competitie tussen, tussen werknemers. En hoe verschillend is eigenlijk de platformeconomie? Wil iemand daar op reageren? Ik kan de coöperatievraag wel kort beantwoorden. Want dat waren er twee hele specifieke, geloof ik. Uh, de, je eerste vraag was volgens mij gericht op. Of het makkelijker is om zo'n werknemerscoöperatie op te richten in de platformeconomie dan in de offline-economie, zal ik maar even zeggen. Daar heb ik wel eens ruzie over gehad met iemand die zo'n platformcoöperatie heeft opgericht. Maar uh, ik denk van wel, want als je ook kijkt naar, uh, in ieder geval op het vlak van kapitaalvereisten daarvoor. Als je kijkt naar waar werknemerscoöperaties in welke sectoren die vaker voorkomen, dan is dat in arbeidsintensieve sectoren en minder in de kapitaalintensieve sectoren. En als we het hebben over platformwerk, dan is het een beetje dubbel. Aan de ene kant, ja, een platform opzetten hoeft niet heel veel te kosten. En verder komt er dus heel veel arbeid vooral bij kijken. Het lastige daarbij wel is wat dus dit soort platforms, de, de huidige platforms, veel doen. Is er alsnog heel veel kapitaal in pompen. Om heel veel reclame gewoon te maken, heel veel marketing. Om consumenten eerst allemaal binnen te slepen met allemaal kortingen. Uh, eerst, eerste maand gratis bezorging bijvoorbeeld. Uh, en da, dat is wel waar uh, dan de, de ongelijkheid en kapitaal toch terugkomt. En het tweede punt was volgens mij over de bewegingsruimte die dit soort coöperaties hebben in concurrentie met. De reguliere platforms, geloof ik, en, en wat de overheid daarin in, in eventueel in zou kunnen doen. Ja, misschien moeten we daar straks ook over doorpraten. Maar er zijn allerlei manieren waarop overheden dit soort coöperaties kunnen steunen. Maar uh, ik denk dat er wel degelijk ook in, in, in zelfs in de VS, waar best wel wat van dit soort platformcoöperaties zijn, toch een heel competitieve samenleving en, en en die houden zich wel staande. Dus het, het is mogelijk. Er is een bepaalde bewegingsruimte om zo'n democratische alternatief op te zetten. Isabel, noch even kort? My last word. It's my yeah. <laughs> um, so and we have to keep it short. Yeah. <laughs> so maybe then on the point of um, um, unions. The is there a place for unions in a democratic uh, economy? Um, of course, yes. And this is why I said uh, earlier that I think the most important organisations. Uh, now and then is actually trade unions because unions are about uh, building the collective voice of workers, and in a democratic um, economy, if it will exist uh, one day, we will need still to build the collective voices of of workers, and unions have the the history, they have the culture. They have the training also, and they are the legitimate representatives of workers. So it's uh, absolutely central to the project of democratization of firms. And actually, this is really, we are a part of, of researchers who have put unions as a central actor in our vision of the democratization of the economy, while there are other. Uh, uh, views in in science also uh, that goes after democratization of uh, firms, but that do not consider unions are part of this. Like they want to give you know lots of uh, voice to workers, but without unions, absolutely they don't want to hear uh, anything about unions. And we know the future of democracy is always deeply deeply connected. To the health of unions, so it's absolutely crucial, obviously, to 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 think about those linkages. And this is um, uh, that's exciting that you are uh, really uh, caring about that. So Isabel <laughs> heeft nog een keer benadrukt dat we echt de collectieve organisatie van de werknemers nodig hebben voor democratisering. En we hebben zeker niet alle antwoorden, maar ik denk dat die that toch. Getoond hebt dat de dialoog tussen vakbonden en wetenschap en maatschappij echt belangrijk is. Vakbonden zijn één ding, de vakbeweging is natuurlijk ook nog breder en daar zijn veel meer andere rollen in. Leuk dat jullie alle hier waren en we hopen dat jullie verder in discussie gaan over deze onderwerpen. Het boek is te kopen, uh, Bouten, en er is nog tijd voor een worrel beneden. Grote dank aan Pacas de Zwijger en Volkert, die hier alles heeft opgezet. En natuurlijk aan iedereen hier. Isabel uit Brussel gekomen en de anderen een beetje vlakbij. Maar helemaal bedankt dat jullie hier waren. Fijne avond nog.